Welkom. We gaan een, um, een grafiek maken. Wat zie je hier voor je? Nou, dit is uh, mijn uh, Excel. Je ziet uh, misschien hier zo uh, de Engelse termen. Ik heb de Engelse uh, versie, maar dat maakt op zich niet uit. Uh, jullie zullen iets soort gelijks uh, voor je zien. Uh, zorg er dan wel voor dat je ziet hier uh, mijn uh, mijn cijfers. Dat zijn punten. Hè? Um, en jullie zullen ze moeten invoeren als uh, komma's als je een Nederlandse uh, versie hebt. Uh, goed, wat zie je hier? Ik heb hier vier kolommen. 1 <coughs> tot en met 4. Dit zijn leerlingen van vorig jaar. Dit is een se gemiddelde Dit is het uh, behaalde CE-resultaat. En dit kwam op hun diploma te staan. Uh, wat wil ik je laten zien? Nou, hoe je hier een grafiek van maakt. En dat gaan we namelijk uh, vaker doen. Um, wat voor soort grafiek heb je vaak nodig? Nou, hier zo. Een scatter, dan heet dat deze, met only markers. Je mag ze niet verbinden. Dan nou heb ik dus een leeg vak. Dat vak dat kan ik groter maken. Uh, groter maken. Ik kan hem ook kleiner maken. En ik kan door de rechter muisknop aan te klikken, kan ik uh, move chart, kan ik ook zeggen dat ik hem als nieuwe sheet wil. Maar ik laat hem hier even staan, dus ik doe cancel. Um, hoe ga ik deze grafiek noemen? Nou, Ik ga deze grafiek noemen, dat zet ik hier in. Moet ik eerst zo'n apostrof en dan zet ik erin uh, CE versus, uh, SE versus CE cijfer. Zo, dan nou, herkent hij het als tekst en dat is, uh, zie je ook dat hier zit hij in dat vakje aan de linkerkant. Dat herkent hij als tekst en dit is de rechterkant. Um, wat hij hier doet... Dat heb ik, weet ik niet. Ik weet niet waarom deze links staan. Ik denk, uh, hij zal ze niet als uh, getal herkennen. Dit herkent hij als getal. Dat staat aan de rechterkant. Um, goed, wat gaan we doen? Ik sta in mijn grafiek en ik druk op mijn rechtermuisknop En ik ga select data. En, Nou, hoe moet die heten? Zo moet die heten. Wat moet er op de x-as? Ah, je ziet hem al verschijnen. Zie, dat is de titel van mijn grafiek. Wat moet er op de x-as? Vergeet niet dat er een is moet. Um, op de is-as wil ik mijn CE-cijfer. Dat is dus dit. En ik kan gewoon door, eh, door het vasthouden van mijn uh, muis, kan ik uh, beginnen en slepen. En als ik loslaat, dan komt dit boxje weer in beeld. En deze 1 moet weg. Zo, delete. En dan wat wil ik op de i-as? Dat is mijn CE-cijfer. Zo. Nou. Je ziet al direct dat hier verschijnen puntjes. Verschijnen puntjes. Ik druk oké. OK en um, nou, dit is dan ook goed, hè. Ik heb een, uh, ik heb een, uh, een, een dataset geselecteerd. Nou kan ik oké. OK en nou is mijn grafiek klaar. Maar er valt nog een hoop te verbeteren. Kijk, bijvoorbeeld die uh, legenda. Die kan ik klikken. En dan druk ik gewoon delete. En weg is die maar je ziet al wel dat het is helemaal niet nuttig is om het, het cijfer 1 tot en met 5 hier te hebben. Dus ik kan hier de x-as selecteren. Dubbelklik. Nee. Uh, nog een keer proberen. Oh ja, rechtermuisknop. Um, even denken hoor. Uh, format axis. Zal weer iets anders heten hè, in, het, uh, in het Nederlands. Maar het idee is hetzelfde. Met de rechtermuisknop kom je overal. Minimum voor de as staat hier op auto, die wil ik fixed en ik wil hem um, vanaf 5 laten beginnen. Dus ik verander dit in een 5 tot en met 9. Oké. Okay. En datzelfde wil ik, rechtermuisknop, format axis, mijn i-as wil ik ook fixed. Maar je ziet daar wel dat heeft geen zin om met 5 te beginnen, want er vallen een hoop cijfers hier uh, yeah, mis. Dus ik doe het met een 3. Zo. Hopla. Um, nou, er mist natuurlijk nog het een en ander. Wat mist er? Layout. Ik wil titels, natuurlijk. Ik wil een horizontale as-titel. Horizontale as-titel. Hier zo. Dit waren mijn... Even kijken. Dit waren mijn SE-cijfer. Zo. En dan wil ik Access Title verticale titel. En die kan je dus hè, die kan je op verschillende manieren. Ctrl A, dan selecteer ik hem. Dit is dan mijn CE-cijfer. Nou heb ik een mooie relatie. Zie je hè, tussen mijn CE-cijfer en mijn SE-cijfer. Maar het is mooier als ik hier een relatie nog in beeld breng. Van hè, wat, wat, hoe sterk is die? relatie nou tussen die twee. Ik selecteer mijn data door erop op te klikken en dan klik ik weer hier zo rechtermuisknop, add trendline. Dan wil ik een lineaire lijn en je ziet hem hier al verschijnen en ik wil de r kwadraat ik laten zien. En dan zal ik zo vertellen waarom. Close. Nou, fantastisch. En ik kan dit bokje, dit kan ik verslepen. Dat, dan sleep ik hier naartoe, dan staat hij niet zo in het veld. En dit is mijn gemiddelde lijn. Dus, dit is de relatie die voorspelt dat als mijn SE-cijfer een 6 is, dan zie je dat mijn CE-cijfer ja, daar net iets onder zit. En als mijn SE-cijfer een 7,5 is, dan zit mijn CE daarboven. Leuk! He? Dit heeft een, een lijn van voorspellen, die, die een voorspellende waarde heeft. Dat is een voorspellend karakter. Mijn SE voorspelt het CE-cijfer. Maar hoeveel voorspelt hij dat? Niet voor 100% natuurlijk, want anders zouden al die punten, al die blauwe punten op deze lijn liggen. Nee, hij voorspelt voor 51,78% wat het CE-cijfer is. En hoe dichter mijn punten op die lijn liggen, dus hoe hoger wordt het R2. dat R-kwadraat. Dat R-kwadraat is dus een getal tussen 0, dat zou een perfect puntenwolk zijn, of een 1, als jij een fantastische eiklijn hebt. Uh, nou, we hebben hier het, uh, het, uh, de grafiek die je moet hebben. En uh, volgens mij kan je hiermee uit de voeten. Dit is uh, wat je regelmatig moet doen. Niet alleen bij bio, maar ook bij scheikunde natuurlijk. natuurkunde. Dus uh, gebruik het. En uh, vooral Excel, erg handig programma.